Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Kijk naar Politiek aan tafel met Leendert. En vandaag spreek ik met Rachid van het islamitisch centrum Imam Malik. Maar eerst is bij ons Marco van der Meij van D66 Voorschoten. Marco, welkom in de uitzending. Dank je, Leendert. Allereerst zullen we even samenvatten wat er gebeurd is. Jullie hebben 2 zetels gewonnen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En jullie hadden een uitnodiging verwacht om mee te gaan doen aan een nieuw college. Ja. En dat is niet gebeurd. Dat klopt ook. En want het college gaat nu, de onderhandelingen gaan tussen... Tussen de VVD, ja? die 1 zetel heeft verloren. Mm-hmm. Tussen ONS Voorschoten, die 3 zetels heeft verloren. En tussen het CDA, die 1 zetel heeft gewonnen. En daar zijn jullie verbaasd over, om het even zacht uit te drukken, bij D66. Het is onvoorstelbaar dat als de kiezers in Voorschoten zo duidelijk een voorkeur geven voor D66... Wij zijn de afgelopen 3 maanden zijn we zelfstandig als partij in de raad gaan deelnemen. Als op zo'n duidelijke manier de voorkeur van de kiezers wordt uitgesproken, dat wij dan vervolgens niet in de onderhandelingen mogen deelnemen. Jullie zijn wel door de informateur die dan benoemd wordt na zo'n verkiezingen, die gaat kijken welke coalities kunnen we maken, welke partijen kunnen samen een nieuw college gaan vormen. Zijn jullie bij die besprekingen wel betrokken geweest? Ja. Alle partijen in Voorschoten zijn bij de informateur geweest. Wij zijn ook bij de informateur geweest. En wij hebben gezegd dat we in principe met alle partijen die in Voorschoten zitten, vooral omdat die programmatisch heel dicht bij elkaar zitten, er zijn wat kleine accenten, in principe besprekingen willen voeren om te kijken hoe we Voorschoten verder vooruit kunnen helpen. Oké, laten we dan eventjes voor de verkiezingen, dus dat D66... niet precies helemaal ervoor, maar laten we over het algemeen nemen de vorige collegeperiode, in de samenwerking met ons Voorschoten. Ja. ONS. ONS, ja. Daar zijn jullie een paar maanden voor de verkiezingen zijn jullie eruit gestapt. Ja. Om in de verkiezingen als D66 als zelfstandige partij weer verder te gaan. Dus in principe hebben jullie in het vorige college hebben jullie zijdelings deelgenomen. Ja. En bij deze verkiezingen, voor het eerst als zelfstandige partij, van 0 uiteraard naar 2 zetels. Je zei voor het eerst als zelfstandige partij. D66 heeft altijd in Voorschoten als zelfstandige partij deelgenomen. Ja. En de afgelopen 8 jaar voor 2010 hebben we steeds 1 zetel gehad. Toen hebben we dat samenwerkingsverband gezocht. Dat is na 2 jaar hebben we dat geëvalueerd en gezegd, we gaan weer zelfstandig verder. En nu is D66 van gemiddeld 1 zetel naar 3 zetels. Ja. Gegaan. Dat is gebeurd, ja. 3 zetels nu. 3. Ik heb me net dus vergist, ik zei 2. Oké, okay. Het zijn er twee bij. Er zijn er 2 bij, ja. En, maar laten we eventjes, jullie zijn dus een grote partij, binnen de, tenminste een middelgrote partij. Ja. Maar jullie zijn niet de grootste. Is het niet heel logisch dat ze ervoor gekozen hebben om met een partner die ze al kenden, ons, de VVD... en het CDA, de winnaar, om daarmee verder te gaan. Ze van, nou, we hebben een collegeperiode gehad, dat ging goed. We gaan dat voortzetten en we betrekken 1 partij erbij. Ik kan me voorstellen dat een coalitie zichzelf beoordelend zegt, dat ging goed. Nou, mm-hmm. Daar kun je wat genuanceerder over denken. Voorschoten heeft een paar zeer grote bouwprojecten op dit moment op stapel staan, waar heel veel commentaar vanuit de bevolking op is. De afgelopen 4 jaar zijn we aardig door onze reserves heen geraakt. Daar is ook nog wat commentaar op. Ook zeker van onze kant, van de kant van D66 gekomen. Als je dan constateert dat de VVD 1 zetel verliest en je constateert dat ONS 3 zetels verliest, mm-hmm. dan is de eerste conclusie, je kijkt naar wat de kiezers, de duiding van de kiezers. En als de kiezers aangeven CDA 1 erbij, Socialistische Partij SP 1 erbij en D66 2 erbij, dan is de eerste coalitie, ik zeg niet dat die werkbaar is, is degene die de duiding van de kiezer hebben gekregen. Maar nou is natuurlijk ook, dit is natuurlijk een relatief spelletje, want het blijft natuurlijk zo zijn dat jullie niet de grootste partij op dit moment zijn. Ik bedoel, er zijn kiezers, de VVD heeft de meeste stemmers getrokken uiteindelijk.
Maar de VVD heeft verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen. ONS heeft zwaar verloren in aantallen zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen. En D66 heeft heel duidelijk gewonnen. En wat je ziet in het hele land, dat is een landelijke trend dat D66 wint. We hebben het over Amsterdam, we hebben het over grote steden. Dat betekent dat er een landelijke steun is voor D66. Dat was ook in Voorschoten het geval. En dan is het volstrekt logisch om er partijen die winnen en de steun van de kiezers krijgen, dat je met hen als eerste in de coalitiebespreking kan. Te meer dat wij een hartstikke goed programma hebben. Maar jullie zijn wel de nieuwkomers, ondanks dat jullie daarvoor in de raad hebben gezeten, de nieuwkomers. Wij zijn wel een partij met een heleboel collega-partijen in de regio waar we uitstekend mee samen kunnen werken. Wij zijn een partij met uitstekende contacten op provinciaal niveau, op landelijk niveau, wat van heel groot belang is voor de Rijnlandroute, om iets te noemen. En wij zijn een partij met heel veel expertise en bestuurlijke bekwame mensen. Oké, maar jullie zijn dus, zoals we al zeiden, jullie zaten eerst in ons Voorschoten. Jullie zijn er zelf uitgestapt. Nee, ons Voorschoten heeft de wethouder Freddy Blommers weggestuurd. Maar is dit nu, vervolgens, mijn vraag is eigenlijk, is dit nu dat jullie niet mee gaan doen, is dit een gevolg van de vorige collegeperiode waarin D66 uiteindelijk uit de samenwerking met ons ging en de wethouder die moest opstappen? Zeggen ze nu gewoon, jullie mogen even niet meer meedoen? Die zijn lastige figuren. Dat is in ieder geval mij niet verteld. En ik heb net begrepen dat jullie de informateur of iemand hebben uitgenodigd om hier ook te reageren. Nou ja, uitgenodigd. Nee, we hebben die geprobeerd om daar contact mee te krijgen en dat is niet gelukt. Dus ik ga niet zeggen dat ze per definitie dat er nee gezegd is. Maar we hebben dat geprobeerd uit te nodigen en dat is niet gelukt. Maar, de vraag is even, wat denk je? Is het een afrekening vanuit ons naar D66? Ik mag verwachten van bekwame mensen die bij de VVD en bij ons zitten en bij CDA zitten, dat ze op dat moment even een iets intelligentere houding zullen hebben. Dus ik heb niet het idee dat dat nu een soort wraakneming is op de D66 mensen. En daarom is het zo onbegrijpelijk? Daarom is het zo onbegrijpelijk. Want zou dat wel een logische verklaring geweest zijn? De enige, u zegt niet dat het zo is, maar zou dat een logische verklaring zijn waarom jullie niet meedoen? Ik verwacht het niet, gelet op de kwaliteit van de mensen die in de raad zitten. Oké. Dan is het laatste, eigenlijk zit er een beetje op, tenminste wat betreft de kansen voor in een nieuw college terecht te komen voor D66. Behalve als de onderhandelingen stuk lopen. Zitten jullie nog trappelend op de reservebank? Wij trappelen niet, wij hebben een goed programma, maar wij willen graag meedoen wat er op dit moment gebeurt. We hebben uitstekende ideeën voor de komende 4 jaar. Wij zijn een uitstekend gezicht naar ook de SP, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En als wij worden uitgenodigd, zullen we zeker aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Marco van der Meij, D66 Voorschoten, bedankt dat je hier was. Dank u wel. Naast mij zit Rachid Ouchari van Islamitisch Centrum Imam Malik. En met hem ga ik het hebben over de aangifte die zij gedaan hebben tegen Geert Wilders. En ze zijn er 1 van de 5000. Rachid, welkom aan tafel. Dank je wel. Laten we eerst beginnen bij het begin. Ja. Dat is dus 19 maart. De gemeenteraadsverkiezingen zijn afgelopen. Ja. En in Den Haag roept Geert Wilders meer of minder Marokkanen. Ja. Zag je dat op televisie live? Ik heb het live gevolgd. Ja, ja. Wat dacht jij op dat moment? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het even niet kon geloven. Mm-hmm. Die hele setting waar het gebeurde, die hele vorm. Hoe hij dat ook bracht naar het publiek waar hij voor stond. Dus het werd een paar keer herhaald ook een tijdje later. Dus ik heb een aantal keer bekeken. En het is de eerste keer eigenlijk dat ik echt het gevoel van walging had. De eerste keer? Ja, ik ben wel wat gewend van Wilders. Mm-hmm. Ik bedoel, Wilders is toch een beetje die dorpsgek die hier in Nederland rondloopt. Dus wij zijn dat gewend. Ja. Zowel als Marokkaanse gemeenschap als islamitische gemeenschap. Maar op dat moment is hij behoorlijk te ver gegaan. Ja, want jullie besluiten dan, als in ieder geval nu in Leiden, als Marokkaanse gemeenschap in Leiden, om aangifte te doen tegen Geert Wilders. Ja. En dat is in heel Nederland al zo geweest. Ja. Jullie hebben eigenlijk altijd Geert Wilders links laten liggen. Waarom nu wel aangifte gedaan? Waarom nu wel? Juist nu, omdat hij heeft altijd een beetje de grens opgezocht. Mm-hmm. Voor ons gevoel ook vaak overschreden. Maar dit keer was het heel duidelijk. Hè? Wat ik dus net ook zei, ook die hele vorm daaromheen. Hè? En een specifieke bevolkingsgroep benoemen.
Dat is, dat is een grens wat je in Nederland gewoon eigenlijk niet moet, niet moet naderen. En die heeft hij genaderd en die heeft hij overschreden. En daar wilden wij een halt toe roepen. We hebben hier een artikel, artikel 1 van de grondwet, die zegt dat iedereen gelijk is. Een verbod op discriminatie. En wij wilden als Marokkaanse, islamitische gemeenschap ook, ervoor waken dat dit soort dingen worden geschonden door een politicus. Mm-hmm. Die hier een voorbeeldfunctie heeft, hier in Nederland. Dan wordt door Wilders zelf gezegd, van, en uiteraard heeft hij dat juridisch gezien wel uitgezocht. Hij heeft het natuurlijk zelf niet gezegd, hij heeft anderen laten zeggen. Ja. Hij heeft een vraag gesteld en hij zegt, dit stond al in mijn verkiezingsprogramma. Ja. En toch, jij zei net tegen mij dat je het moment dat je het zag, dat het voor het eerst een gevoel van wow ging. Ook omdat het met de setting te maken had. Ook met kan je setting. Me daar iets meer van uitleggen? Wat ik zo opmerkelijk vond van de setting waar dat in zat, is hij stelde een vraag. Hè? Want achteraf, na de interviews die hij heeft gegeven aan de media, was het iedere keer dat hij terugkwam dat hij de waarheid vertelde. Maar een vraag, in een vraag kun je geen waarheid stellen. Mm-hmm. Dus hij stelde een vraag. Willen jullie meer of minder Marokkanen? En de mensen die zaten in dat gevoel, in die hele setting inderdaad weer, met minder, minder, minder. En ik vraag me, wat ik me eigenlijk afvroeg voornamelijk, is de mensen die minder, minder riepen, mm-hmm. of ze de volgende dag weer terug hebben gekeken naar de beelden. Of ze nog steeds dan achter stonden wat zij toen hebben gezegd. Ja. Want het is niet makkelijk om zoiets openlijk te benoemen. Nee. En vooral ook zijn collega's die achter hem stonden en ook een beetje eigenlijk de groep, de bevolking daar in die kroeg begonnen op te hitsen. Ik vraag me af wat hun dat deed de volgende dag. Nu vertelde jij zelf net, dat jij noemde Geert Wilders net een beetje een gekkie. Laten we het even zo zeggen. Ja. Dan kan je er ook voor kiezen, en dat hebben jullie al heel vaak gedaan, om te denken, ik laat me niet beledigen door hem. Ja. We laten dat van onze schouders afglijden. Ja. Ja. En toch dit keer niet. En dat had met het feit dat er zoveel mensen met hem mee stonden te schreeuwen te maken? Onder andere. Dus die, nogmaals weer, die hele vorm is heel erg belangrijk. Maar er werd in onze achterban, in de gemeenschap werd daar veel over gesproken. Mensen werden een beetje onzeker van. Vooral als je praat over de eerste generatie. Mm-hmm. En eigenlijk de jongste generatie, dus onze kinderen, de derde generatie. Dat zijn twee groepen die heel gevoelig zijn voor dit soort dingen. De oudere generatie. Dus bijvoorbeeld mijn ouders, die hier keihard hebben gewerkt hier in Nederland, die hebben geholpen met de opbouw van Nederland, de wederopbouw van Nederland. Die voelen zich verraden, die voelen zich opzij gezet van, hey, wat heb ik dan hier al die tijd gedaan? Wat heb ik dan betekend voor dit land? En wat ik persoonlijk, ik was door jullie uitgenodigd om in het islamitisch centrum, ik kwam bij jullie langs voor een nieuwsitem. Ja. En daar sprak ik Abdelkader. Ja. En Abdelkader is bij jullie de manager van alles in het islamitisch centrum. En hij vertelde mij dat er ook iets positiefs uitgekomen is. In de zin van dat jullie best veel steunbetuigingen uit onverwachte hoek hebben gekregen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat Abdelkader daar wel een goed punt had. Het heeft inderdaad heel veel positieve dingen met zich meegebracht. Nou, denk bijvoorbeeld aan de eenheid die je zag op een gegeven moment. Mm-hmm. Alle Marokkanen waren één. De steunbetuigingen, we hebben niet echt specifiek steunbetuigingen gekregen hier binnen het centrum. Maar als je landelijk kijkt, landelijk was het wel heel goed te zien. Mm-hmm. Dus de gemeentes die ook zelf aangifte hebben gedaan. Als je kijkt in Rotterdam, van het Spior bijvoorbeeld, waar moskeeën, synagoges en kerken bij elkaar zijn gekomen om dit probleem aan te kaarten. Wel op de dag dat wij handtekeningen verzamelden binnen het centrum, hebben we een aantal Nederlanders gekregen die de hond uitlieten daar buiten. Die kwamen toch binnen van, hey, ik wil ook graag een handtekening neerzetten. Daar vertelde inderdaad de advocaat over. Dat is voor ons heel erg hartverwarmend, weet je wel. Dan zie je toch dat er mensen zijn die daar afstand van nemen. Dat er mensen zijn die anders denken. Hè? Want je moet bedenken dat bijvoorbeeld een eerste generatie ouder, die Geert Wilders dat hoort zeggen, dat hij ook waarschijnlijk zal denken, hey, alle Nederlanders zullen misschien zo denken. Mm-hmm. Hè? Dus dan komt er een meneer of een mevrouw binnen, die zet er handtekeningen ook neer, uit de blijk van, wij staan hier niet achter. Nou, dat is een heel groot, een groot signaal voor ons. Even voor jou, hè? Ja. Als jij dat dan hoort, dan ben ik toch nog een keertje terug op de keuze om beledigd te zijn. Want je wordt beledigd, maar je kan ook voor kiezen om de belediging op te pakken of hem naast je neer te leggen. Ja. Maar waarvoor heb jij er nou persoonlijk voor gekozen om die belediging toch, zeg maar, om je toch beledigd te voelen?
Ik heb er niet voor gekozen om beledigd te voelen. Dat is een gevoel. Yeah. Dus je kan er niet voor kiezen. Maar op dat moment, was voor ons op een gegeven moment de grens bereikt. Yeah. Wij hebben gezegd van oké, tot hier en niet verder. Wij willen laten zien binnen Nederland, volgens de juridische grenzen, willen wij ook daar gebruik van maken. Dus wij hebben daarom die aangifte gedaan om te laten zien, hey, wij kunnen op een goede manier laten zien dat wij het zat zijn, wat we ook werkelijk waren. En wij hebben als Islamitisch Centrum hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze gemeenschap, die zich daar niet goed bij voelde. Dus dat wilden we dus laten zien, dat we ook op deze manier kunnen doen. Oké, nu is de aangifte gedaan. Jullie zijn een van de 5000 aangiften. Ja. Wat hoop je nu dat er gebeurt? Wat voor uitkomst hoop je dat het hebt? Het maatschappelijk debat is al gaande hierover. Ja. Hoop je ook echt op een veroordeling van Geert Wilders? Ik denk dat dat misschien nu nog een beetje een stap te ver is om daarover na te denken, voor een vervolging of niet. Maar wat ik wel hoop is dat er een bewustwording komt bij de mensen. En vooral bij de kiezers van de PVV bijvoorbeeld, of van de volgers van Wilders. Van dat, dit gaat te ver. Okay. En ben jij het waard om zo'n partij te volgen? Is dit werkelijk waar je achter staat? Dus de bewustwording van het haatzaaien. Okay. Dat is wat wij graag willen bereiken. Dat men daar bewust maar dat, van is. Dat debat hebben jullie, is in ieder geval aangezwengeld. Ja, absoluut. Oké, dan wil ik je bedanken dat je hier was, Rashid. Dankjewel. Van het Islamitisch Centrum Imam Malik. Dank dat je hier was. En dan wil ik onze overige gast nog heel eventjes bedanken. Dat is Marco van der Meij van D66 Voorschoten. U bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.